Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Borussia Dortmund Career Mode. Vandaag gaan we de allereerste wedstrijd in de Bundesliga spelen, namelijk tegen Augsburg. Tegen Augsburg ga ik spelen en ik ben van plan om alle wedstrijden te spelen van de clubs die gewoon top 9 staan. En alle clubs in het rechte rijtje, die wil ik gaan simuleren, net zoals ik bij de Ajax Career Mode doe. Ik ga eerst even snel naar de kalender toe en dan gaan we naar de stand toe om een beetje te kijken. Nou, als eerste hebben we dus een wedstrijd tegen Augsburg en Augsburg staat in real life meestal wel een beetje rond de middenmode. Dus die gaan we gewoon spelen. We hebben namelijk nog 0 wedstrijden gespeeld en ja, nu gaat het gewoon op alfabetische volgorde. Verder hebben we Keulen en Union Berlin. Die gaan we allebei simuleren. En dan hebben we de deadline day. Vervolgens gaan we heel veel dagen simuleren. En dan hebben we Bayer Leverkusen. Dus die gaan we spelen. We gaan dus tegen Augsburg en Bayer Leverkusen spelen. En deze twee wedstrijden simuleren. Meestal doe ik ook dan een derde wedstrijd die ik speel. Maar vandaag denk ik even niet. Aangezien we dus nog steeds de transferperiode hebben. Misschien gaat er nog wat gebeuren. Misschien gaan we daar nog veel tijd in steken en dat soort dingen. Dus vandaar. Maar we hebben in ieder geval de wedstrijd tegen Augsburg. Ik ga even naar de stand toe. Ja, natuurlijk heeft bijna nog niemand gespeeld. Voor mij waren er 2 wedstrijden gespeeld. Ja, Hertha heeft gelijk gespeeld tegen FC Bayern. Dat is wel slecht hoor van Bayern. Die beginnen dan niet zo heel lekker. Maar ja, ik hoop dat wij dus kunnen gaan winnen tegen Augsburg. Augsburg is niet super goed, maar ze zijn ook niet slecht. Dus ja, we zouden nog gewoon 3 punten kunnen gaan pakken. Daarna hebben we Union Berlin dus en Keulen. En daar moeten we ook gewoon in totaal 6 punten tegen gaan pakken. Daarna hebben we Bayer Leverkusen. En ja, dat gaat dus wel wat lastiger worden. Maar we beginnen dus met de wedstrijd tegen Augsburg. Ik ga nog heel even snel de opstelling klaarzetten. Haaland is geblesseerd, dus ik ga even kijken hoe ik dit ga doen. Maar ik ga of met Depay of met Royce in de spits. Oké, met deze spelers ga ik het doen. Ik heb dus Depay in de spits gezet. Verder heb ik dus Hazard links, Brand rechts, Royce in het midden. En met de Can en Witsel die de centraal verdedigende verdedigers zijn. Rechts achter Bellerin, links Schools. En dan de CV Torres en Hummels. Opdoen natuurlijk Onana. Ik hoop trouwens nog wel dat ik even een transferbod ga krijgen voor Burki. Maar ik denk het heel eerlijk gezegd niet, aangezien hij dus gewoon geblesseerd is. Maar ja, dan de volgende transferperiode. Wat ik ook nog had gezegd in de vorige aflevering is dat ik een nieuwe linksback wil gaan kopen. Voor back of voor Schools. Schools is natuurlijk wel gewoon oké, maar hij moet gewoon een backup hebben. En ik heb dus deze 4 spelers. Nou, Mittelstadt is al verkocht. Konen zit pas net bij de club en hij heeft ook geen afkoop gestuurd, dus hem kunnen we niet kopen. Dan hebben we nog deze, die zit ook allebei net bij de club. Maar we kunnen ze gewoon kopen. Nou, hij heeft een afkoop gestuurd van 11,5 miljoen, maar zijn waarde kunnen we nog niet zien. En verder kunnen we wel de waarde zien van Liberato Casasje. En die is 10 miljoen in zijn afkoopclausule. En hij is 4,5 miljoen waard. Dus op zich is het wel gewoon redelijk om die afkoopclausule te betalen als we hem binnen hebben. Als we hem willen hebben. Dus dat gaan we dan misschien doen. Maar ik ga nog even afwachten wat de ratingen worden van deze twee spelers. We gaan nog even afwachten. Ze hebben allebei een potentie van 83 of 84. Dus dat is in ieder geval wel goed. Ik had even op een website gekeken en zo. Dus ja, we wachten gewoon even tot de scoutverslag binnen is. En dan gaan we kijken welke van de twee het gaat worden. Maar voor nu gaan wij dus de wedstrijd in tegen Augsburg. De allereerste wedstrijd in de Bundesliga. Met dit team. En ja, ik ga er nu heen. Dat zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan thuis tegen Augsburg. In ons eigen stadion. Voor mij dat Signal nog wat of zo. Het heeft een beetje een lastige naam. Maar ja, het is in ieder geval mooi. Oh, hier. Signal Iduna Park. En in de Bundesliga zitten gewoon alle stadions erin. Dus dat is sowieso leuk. Dus we gaan altijd in een echt stadion spelen. Dat is sowieso gewoon echt top aan de Bundesliga. Maar we gaan zien hoe de eerste wedstrijd gaat lopen. Ik hoop natuurlijk dat we kunnen gaan winnen. De Pai dus in de spits. Veel debutanten. Dus we hebben rechts achter Bellerin. We hebben in de spits dus de Pai. We hebben dan in de verdediging hebben we hier dus Pau Torres. En op de bank hebben we dus nog Fati en Onana hebben we natuurlijk ook nog op de bank. Maar er is best wel veel debutanten. We gaan zien hoe ze het gaan doen. Misschien moeten ze nog een beetje wennen. Maar in ieder geval, de aftrap is alweer een tijdje geleden begonnen. Of genomen, 2 minuten geleden. Maar hier gaan we dan en hopelijk kunnen we gewoon de eerste wedstrijd winnen. Hier zijn we met Depay dat gelijk door. Hele goede pas van Royce naar Depay. Maar hij schoot op zich wel goed. Maar ook echt een goede redding van de keeper. Hier, goede paas naar de Hazard. En we zijn hier dus op de flank afleggen. Hier, goed gekapt. Oh, die verdediger die kwam heel goed tussen. Maar dit was soms best wel goed gedaan van ons. Hier dan. En telt hij? Ja, hij telt. Het is geen buitenspel. Lekker, jongens. Het leek echt zo erg op buitenspel. Maar Memphis Depay met zijn allereerste doelpunt voor Borussia Dortmund. En ook het allereerste doelpunt van het seizoen voor ons. En ja, op zich spelen we best wel goed. We zitten nu in in de eerste helft natuurlijk nog gewoon in 30 minuten gespeeld nu. Maar dit was een goede aanval, goede passes naar Depay. Depay die hem goed aanneemt. En het leek echt op buitenspel. Dus daar was ik er niet helemaal zeker van. Het eerste schot werd dus tegengehouden door de keeper. Het tweede schot ging er uiteindelijk wel in. En ja, we spelen dus wel gewoon beter zoals ik net al zei. Maar Augsburg speelt best wel verdedigend. We hebben zelf eigenlijk niet echt nog een aanval gehad. Maar zijn vooral gewoon een beetje aan het verdedigen en zo. Oké, hier komen we op zich best wel goed door. En hier deed Hassan een trucje, maar die verdediger die houdt hem dan tegen. Lekker gedaan, jongen. Memphis Depay even afleggen hier. Brandt hier op de flank. En er moet even iemand naar het midden gaan. Oké, op zich Memphis Depay staat hier goed.
Zet hij heel lekker plaats, maar en goed schot naar weer de keeper. De keeper doet het tot nu toe best wel goed, maar Depay gaat ook wel lekker door. Lekker debuut tot nu toe. Hier zien we dat hij nam die bal eerder nog wel eventjes aan en toen schoot hij hem volgens mij met zijn verkeerde been. Ik weet nog niet of hij links of rechts is, maar in ieder geval was niet het allerbeste schot. Maar ja, sowieso is de keeper ook niet slecht hoor. We zitten nu in de 41ste minuut, hebben we dus even een corner, die gaan we nemen. En dit is op zich wel goed gedaan, maar weer dus de keeper. We gaan zo dus de tweede helft in en we zijn dus 1-0 voor. En ik hoop dat ik wel even binnenkort een tweede doelpunt kan gaan scoren, want dat verdienen we ook wel. We spelen beter, we hebben veel meer bal bezit, veroveren echt vaak de bal. En ja, we verdienen het ook gewoon. Augsburg die speelt niet eens heel goed. En hier zie je het ook, zijn echt voor aan het verdedigen. Dus ja, in de tweede moeten we eigenlijk gewoon zo door blijven gaan. Maar dat gaat gewoon lekker. Hier komt Augsburg en we verdedigen kan hem niet aan. Oh, lekker jongen. Hij ziet hem naast. Wat een geluk, hè. Ik dacht echt dat hij erin zou gaan. Maar mijn verdediger, jongen. Nou, eigenlijk niet per se om te verdedigen. Maar die speler die speelde mijn verdediger goed, gewoon goed uit. Toen was hij er gewoon goed door en zo. Maar hij ziet hem dus gelukkig uit. We hebben nog een half uur te gaan. En we staan nog steeds 1-0 voor. Dus we moeten echt even die voorsprong weten vast te houden. En anders even te verdubbelen. En hier een harde overtreding. Maar het is geen penalty, hoop ik dan. Oké, okay, het is gelukkig ook geen dood. Het is gewoon een gele kaart. En volgens mij is het gewoon een vrije trap. We gaan het zien. Ja, sowieso wel vrij trap, anders had hij denk ik die andere animatie of zo gedaan. Even kijken hoor. Ja, het is een vrij trap gelukkig. Dan moeten we die bal even wegwerken, want hij moet hem er niet inschieten natuurlijk. Kijk wat hij gaat doen. Hij schiet hem en zo onderkant laat weer door. Heel veel geluk hoor. Augsburg komt nu wel wat gevaarlijker elke keer. Zijn nu wel wat... Ze hebben nu gewoon wat meer kansen en zo gehad. Dus we moeten het echt even vol zien te houden. Dit moet een voorzet worden. Oké, we zitten in de 90ste minuut. Er zijn 2 minuten bijgekomen. We zijn nog steeds 1-0 voor. Hier is Augsburg dan. Die probeert niet op de counter te komen. Bellerin, hij moet even deze speler aanpakken. Gewoon, doe het even. Oké, slechte voorzet, maar die bal belandt gelukkig bij een speler. En er wordt dan ook afgefloten. Gelukkig, we winnen met 1-0 tegen Augsburg. Ja, we hebben best wel wat kansjes gehad misschien om uiteindelijk nog een 2-0 erbij te maken. Maar die zijn er dus niet ingegaan. Verder hebben we eigenlijk ook wel gewoon geluk. En moeten we gewoon blij zijn met die 1-0. Want we hadden eigenlijk ook gewoon net zo goed gelijk kunnen spelen. Of zelfs verliezen. Want Augsburg had wel echt ook hele grote kans gehad. Ze hebben 2 hele grote kansen gehad. Eentje toen hij die vrije trap en die andere die gewoon naast werd geschoten. Maar ja, uiteindelijk winnen we dus gewoon met 1-0. En ja, dat is gewoon heel lekker jongens. Gelijk 3 puntjes gepakt. Oké, we zijn dus weer terug en ik heb ook gelijk even weer die paar dagen verder gesimuleerd. De volgende zit dus tegen Keulen, maar voordat we daarheen gaan, gaan we even naar het kantoor toe. We hebben namelijk 4 of 5 berichten, ik had er al eentje geopend. Als eerst hebben we dus 2 scouts verslagen, namelijk van Domagio Bradric en van Youssef Kone. En even kijken, is dit dan die van die andere? Ja, dit is van de Liberato Casasje. Verder hebben we dus een speler die verkocht is, Uslago is verkocht. En we hebben een transferbod voor Burki van AFC Bournemouth. Dus we gaan even onderhandelen. Ik ben benieuwd hoeveel geld ze voor hem over hebben. Hij is 28 jaar, 85 rated en 32 miljoen waard. Dus we gaan onderhandelen. Ik wilde wel wat voor krijgen. Ik wilde er minimaal 40 miljoen voor hebben. Want ja, keepers zijn natuurlijk gewoon wel echt langer mee dan veldspelers. Dus daarom dat ik het... wel wat meer geld voor wil hebben, omdat hij ook niet eens aan zo erg aan de oude kant is. Ze bieden dus 32,5 miljoen, maar ik wil sowieso meer. Ik wil 40 miljoen, denk ik. Ik ga denk ik 44,5 miljoen doen. Kijk wat ze hiervan gaan vinden. Even kijken hoor. 32,5, dat is wel heel erg weinig. Doe ik even opnieuw. 44. Ik denk eerlijk gezegd dat ze zometeen gewoon boos gaan weglopen en dat ze niet eens meer verder willen onderhandelen. Ja, ze willen gewoon zo weinig. Dan doe ik 40. Maar lager dan dat ga ik echt niet. Zo, 40 miljoen. 8 miljoen boven zijn waarde. Dat is op zich... Nou, oké, dit bedoel ik. Ja, dan wordt hij boos. Gaat hij weglopen. Bournemouth heeft ook helemaal niet het geld om hem te kopen. Dus het was echt onbegonnen werk voor hun. Even kijken. Wat hadden we nog meer? Oh ja, we hadden die 2 scoutverslagen. Nou, dan gaan we eventjes zo meteen kijken wie van de 2 we gaan kopen. Oké, we hebben hier dus de 2 verdedigers. Nou, hier hebben we verder nog Kone en Mitostad, maar die worden het sowieso niet. Dus het wordt of Bradric en Casasje. En als ik dan een beetje bij de snelheid kijk, want voor een linksachter heb je wel gewoon echt snelheid nodig. En ja, Bradric is gewoon redelijk. Niet heel snel, maar ook niet super langzaam. Maar dan hebben we Casasje, of hoe je het ook uitspreekt. En hij is op zich best wel snel. Hij is pas 72 geleden, hij is ook pas 18 jaar. En hij heeft ook gewoon een goede sprintsnelheid van 83 en een versnelling van 86. Nou, die sprintsnelheid die train je gewoon elke keer bij die trainingen. Dus dat gaat gewoon helemaal goed komen. Dus ik denk dat we hem gewoon willen gaan kopen. Even kijken, hoeveel is hij waard? Hij is 5,5. En Casasje is 4,5. Ja, dan gaan we denk ik gewoon voor Casasje. Want ja, ik heb hem gewoon liever Liberato
Kasatje. Ik heb geen idee hoe je die achternaam uitspreekt. Als jullie weten hoe je het uitspreekt, dan laat het nog gewoon even weten in de comment. Maar ik denk zelf dat het gewoon Kasatje is. Maar we gaan hem benaderen om te kopen. We gaan gewoon die afkoopclausule betalen. Ja, betaal en sla clubonderhandelingen over. Want we kunnen ook geen andere optie doen. Dus we hebben het betaald. We gaan onderhandelen. En hij zit ook volgens mij echt pas letterlijk net bij Paderborn. Dat staat er ook rechts onderin dat hij daar gewoon net bij die club zit. Maar ja, als jullie een ding eens invoeren, een afkoopclausule, dan gaan wij er ook gewoon lekker gebruik van maken. En we hebben ook het geld, dus ja, waarom niet? We geven hem rotatie, denk ik. Dat is op zich wel redelijk. Ja, oké, dat vindt hij ook goed. Dat is helemaal mooi. Dan gaan we daarna naar afgeproefd of contract duur. Oké, we doen 5 jaar. Dan blijft hij lekker tot zijn 23ste. Dat vindt hij ook goed. Dan die afgeproefd, ja, die gaan we negeren. Dat is ook helemaal mooi. Accepteren. En dan wilt hij een salaris van 10.000 per week. Nou, dat is op zich best wel netjes. Dat accepteren met tekenbonus van 94.000 ook echt hartstikke weinig. Is echt bijna niks. Dus we hebben het geaccepteerd. Kasatje is dus 72 gerated. En hij heeft een potentie tot 83. Dus dat is echt best wel lekker. 83 gerated. Dat kan hij gewoon lekker veel trainen. En we gaan hem ook gewoon af en toe eens laten spelen. Dus dat is hartstikke mooi. Daar hebben we nu gewoon echt een goede backup linksachter gekocht. En dit is gewoon echt een goede speler, jongens. Kijk maar. Gewoon hij is snel. Zijn verdediging en fysiek is gewoon redelijk. Zijn fysiek is al best wel hoog. Verdediging gaan we gewoon echt veel trainen. Dus dat gaat dan helemaal goed komen. Op zich wel weer gewoon een goede transfer. We gaan hem wel gewoon op de bank zetten. En dan gaat hij er gewoon af en toe inkomen. Dus dan hebben we echt veel spelers gekocht. Nu zijn we denk ik wel echt klaar. We gaan echt niet nog meer spelers kopen. We hebben er nu al 6. We hebben dus Onana, Pau Torres, we hebben Ansu Fati, we hebben Memphis Depay, Hector Bellerin en dan nu Kasatje. Ja, dit is wel echt genoeg hoor. We hebben dus nu de wedstrijd tegen Keulen en we gaan gewoon met dit team spelen. Hierna hebben we een week rust voor Union Berlin. Dus genoeg tijd zodat mijn spelers kunnen rusten. We gaan dus simuleren en we moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Ah, hoe heet dat? Keulen is niet per se heel goed. Dus ja, we moeten gewoon winnen. We winnen 1-3, oké, lekker. En met de Chan met de doelpunt en 2 keer Royce. Haaland, die was weer terug. Ik had hem weer in de spits gezet. Maar hij weet dus niet te scoren, jammer genoeg. Dan maar de volgende wedstrijd, hè. Even kijken hoor. Ja, we zijn dus momenteel eerste. Oh, we hebben ook als enige club 2 wedstrijden gespeeld. Dus dat is mooi. We gaan nu weer even verder simuleren. Misschien dat we nog een terras aanbieding krijgen of wat anders en zo. Maar anders zien jullie zo meteen gewoon als we aangekomen zijn bij die wedstrijd. Hier krijgen we opnieuw een transferbod voor Burki. En nu van FC Schalke 04. Dus gewoon Schalke 04. Dat is op zich wel handig. Op zich wel gewoon een goede club waar hij heen kan gaan. We gaan onderhandelen. En ja, de Bundesliga. Dan blijft hij gewoon lekker in de Bundesliga. En ik denk dat Schalke eigenlijk wel een goede club is. Borussia Dortmund, ja, daar is hij dan op. Hij was op zich wel gewoon redelijk 85 heet het. Maar hij is geblesseerd geraakt. En sowieso dacht ik dan, ja, dan koop ik Onana. Onana vind ik een goede keeper. Onana past op zich wel bij Borussia Dortmund, vind ik, om gewoon een nieuwe stap te maken. Daarom heb ik hem gekocht en dacht ik, ja, dat verkoop voor Poerkje wel. Maar we gaan 44,5 miljoen weer proberen. Kijken wat Schalke gaat zeggen. Ik denk dat ze wel meer gaat hebben dan Bournemouth. Ja, hun zijn nu al hoger gekomen dan Bournemouth is gekomen. Even kijken hoor. Dan gaan we nu naar 42,5. Zo. 42,5 miljoen. Kijken wat hij hiervan zegt. Ja, hij blijft bij die 33,3. Dan gaan we tegenbod doen. Even kijken. 40. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon 40 miljoen vragen. Kijk wat ze zeggen. Misschien als ze het nu wel accepteren. Eerlijk gezegd denk ik het weer gewoon niet. Nou, oké. Ze lopen weer boos weg. Ja. Als er dit soort clubs gaan komen. Schalke en Bournemouth. Die hebben gewoon niet genoeg geld voor Burki. En ik ga hem niet verkopen voor 33 miljoen. Terwijl hij 32 waard is. Hij is daarvoor echt veel te goed. Dus dat gaan we niet doen. We wachten wel dan gewoon tot de juiste club komt. Als hij terug is van zijn blessure. Zit hij dan maar gewoon een beetje op de bank. Maar ja, we gaan nu even verder simuleren. Tot de wedstrijd. We zijn dan aangekomen bij de wedstrijd tegen Union Berlin. En deze wedstrijd gaan we ook simuleren. We spelen uit. Dit is het team waarmee ik ga spelen. Ik heb dus Hazard in de basis gezet. En Delaney voor de rest gewoon dezelfde elf. Hierna hebben we ook dus de deadline day. En daarna hebben we 2 weken dus. En dan de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Die we wel weer gaan spelen. Maar ik ga nu dus de wedstrijd simuleren tegen Union Berlin. En we moeten gewoon weer gaan winnen. Ze hebben ook al 2 keer verloren. Dus dan moeten we nu gewoon de 3e keer komen. Het wordt 0-3. Lekker jongens. Witzel met een doelpuntje. Royce en Haaland met zijn eerste doelpunt. En Hector Bellerin die geschorst is voor de volgende wedstrijd. Dus hij mag niet meedoen tegen hoe heet het? Bayer Leverkusen. We hebben dus nu de deadline day. We gaan gewoon even al die uren simuleren. En ja, als we nog wat goed transferaanbieding krijgen of iets, dan laat ik het natuurlijk zien. En anders zie ik jullie zo meteen gewoon als we bij het laatste uur zijn aangekomen. Oké, we zijn hier aangekomen bij het allerlaatste uur. We hadden nog wel wat transferaanbiedingen gekregen, namelijk voor Witzel van Arsenal. En Inter wou Delaney kopen. Maar ik had geen zin om nog een speler te gaan verkopen. En dan moesten we ook weer een vervanger kopen. Dus we houden gewoon even de selectie die we nu hebben. We zien daarna wel weer in een winterse transferperiode verder. En misschien dat we dan ook weer niemand verkopen. Want het team ziet er nu gewoon echt goed uit. En ik keek even een beetje. Ik deed gewoon even een beetje een rondje door alle clubs hier in de Bundesliga. En echt veel clubs hebben goede spelers gekocht. Bijna elke club heeft heel veel geld uitgegeven. Ik ga ze wel gewoon even allemaal langs. En als jullie dan wat langer willen kijken, kunnen jullie gewoon de pauze drukken. Ik heb het net al gedaan. Maar echt gewoon elke club heeft wel wat gekocht. Ho. Elke club heeft wel wat gekocht. Hier bijvoorbeeld
Leipzig die heel veel heeft gekocht en verkocht. We hebben hier dus Hoffenheim die veel heeft verkocht en gekocht. Hebben we Wolfsburg die veel heeft uitgegeven. We hebben hier Werder Bremen. We hebben Keulen die op zich wel gewoon redelijk ook wat heeft gedaan voor zo'n clubpie. Even kijken wat nog meer hebben. Hier Bayer Leverkusen ook meer dan 100 miljoen uitgegeven. Ze hebben Mertens gekocht, Vertonghen, Marlos, Loren. Ja, echt veel. Wij natuurlijk ook heel veel. En dan hebben we hier nog Frankfurt ook veel gekocht. En dat was het dan eigenlijk wel weer. Ja, maar de clubs hebben echt veel geld uitgegeven. We gaan het laatste uurtje in. En we gaan natuurlijk nu niks krijgen, denk ik. Misschien weer een blessure, want dat krijg je ook altijd. Oeh, nee, gelukkig niet. Heel vaak gebeurt het wanneer je dus die transfer deadline day start. Of je gaat erin en je bent klaar. Dan is er weer een geblesseerde voor de zoveel mannen. Maar nu gelukkig dus niemand. We gaan zo meteen weer even verder simuleren. Over 2 weken hebben we de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. En de cirkel is zo weer. We zijn hier dan 2 weken verder gesimuleerd en dan zijn we hier aangekomen bij de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Momenteel gaan we best wel lekker. We hebben dus 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten gepakt. En dat heeft Leipzig ook gedaan. Verder hebben we dus Bayern en Bayer die daaronder staan. En Wolfsburg staat dus eerste, maar die hebben 1 wedstrijd meer gespeeld en die hebben 10 punten. Dus op zich doen die het ook gewoon redelijk. Die hebben denk ik gewoon 3 keer gewoon 1 keer gelijk gespeeld. Maar ja, het gaat een lastige wedstrijd worden tegen Bayern 04. Wel spelen we thuis, dus op zich zou dan weer net wat makkelijker moeten gaan. Dus ik hoop natuurlijk dat ik kan gaan winnen. En als winnen gewoon echt niet lukt, ja, dan gelijk spelen. Maar verliezen, dat moet sowieso niet gaan gebeuren. Ik ga met dit team de wedstrijd in. Ik heb Haaland dus gewoon in de spits. Ik heb links de paai, rechts Brand. En dan gewoon een beetje verdediging en alles. Gewoon hetzelfde als de vorige wedstrijden. Bellerin is dus geschorst, dus vandaar Piszczek rechts achter. En dan gaan we nu naar de wedstrijd toe en de cyclie daar. Oké, hier zijn we dan weer thuis tegen Bayer 0-4 op het Signal Iduna Park. Hallo. En ja, de wedstrijd tegen Augsburg ging op zich best wel goed. We speelden gewoon goed. Maar ja, Augsburg speelde erg verdedigend en kwam, was ook gewoon niet zeker. Was gewoon zeker niet slecht. Dus vandaar dat we uiteindelijk maar met 1-0 wonnen. Maar we wonnen in ieder geval wel. Hopelijk gaan we vandaag ook weer zo goed spelen. En hopelijk komen we er gewoon wat beter doorheen. En dan zullen we zien hoe de wedstrijd gaat lopen. Oké, hier zijn wij op de flank met Brand. We kunnen het hier voorgeven. En hier staat Chan. En goede kopbal. En die bal wordt dan geraakt door iemand anders. En daardoor gaat hij uit. Maar is het nou een speler die hem raakt of een tegenstander? Het is... Ja, Vertonghen. Vertonghen die bal wegkomt. Vertonghen zit dus trouwens ook bij Bayer Leverkusen. Die was in de transperiode erin gegaan. Ik weet niet of jullie dat net al was opgevallen. Maar ja, hij zit dus in ieder geval bij Bayer Leverkusen. En hij kopt die bal hier heel goed weg. Want hier hadden we echt een goede eerste kans. We hebben hier trouwens ook een corner. Die gaan we nemen. Maar dit is niet echt iets. Oké, hier een hele goede steekbus naar Royce. Royce, schiet maar. Oh, weer zo zonde. Maar we zijn nog steeds aan de bal hier met de paai. Even kijken hoor. Oké, hier zit iemand. Ja. Oh, weer slechte paas, jongen. Chan, je kan beter. Maar dit was wel echt een goede aanval net van Haaland. Dus met die paas naar de Royce. Maar ja, Royce moest net iets te ver rennen. En ja, die keeper kwam uit en die hield hem. Maar hier misschien nog wat. Hier weer een goede paas. Nu moet je schieten. En ja, weer doet hij gewoon zo lang met schieten. Ik schoot eigenlijk al gelijk van toen hij die bal had. Maar hij moet eerst even die bal aannemen. Dan pas kan hij schieten. Dat is wel echt zonde. Oké, okay, hier. Goede paas naar Haaland. En nu moet je gewoon scoren. Schiet maar. Lekker jongens. Die zit erin. We staan 1-0 voor. En Haaland die het doet met volgens mij zijn tweede van het seizoen. Dus hartstikke lekker. We gaan echt proberen om hem gewoon topscorer te maken van de competitie. Dat zal wel echt nice zijn als het lukt. Zal wel moeilijk worden natuurlijk. Want er zijn ook heel veel andere goede spelers. Maar tot nu toe 2 doelpunten. In 4 wedstrijden, ja, dat is niet super goed eigenlijk. Maar ja, we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan. Hier even de herhaling, dus een paas van Brand naar Royce. Royce naar Haaland en Haaland die rent dat kleine stukje dus door. En die schiet hem dan in. Is het trouwens Haaland of Haaland? Volgens mij is het gewoon Haaland, want het zijn 2 A's natuurlijk. Dus ik zeg gewoon Haaland, maar als jullie in de comments zeggen van het is Haaland, dan is het ook goed. Maar ja, in ieder geval, hij scoort weer lekker. Daar staan we nu 1-0 voor. En op zich spelen we best wel goed. Bayer Leverkusen is ook zeker niet slecht. En ja, we moeten gewoon een beetje zo door blijven gaan. Oké, okay, we gaan hier de tweede helft in. En we staan dus nog steeds met 1-0 voor door het doelpunt van Haaland in de 33ste minuut. Maar ja, Bayer Leverkusen had vlak voor dus nog best wel een goede actie. Een goed schot en zo, een goede kans. Maar Onana dus met een hele goede redding. Hier gaan we dus de tweede helft in. En hier komen ze gelijk. Oké, okay, dit is op zich best wel een goede gevaarlijke aanval. Maar slechte paas uiteindelijk. En wij veroveren die bal. Maar hier gaan wij op de counter misschien dan. Lekker de paas. Kan hij er langskomen? Nee, oké, okay, zonde. Maar ja, in de tweede helft moeten we eigenlijk gewoon een beetje doorgaan als hoe we in de eerste helft speelden. Dit is heel goed gedaan. Haaland hier weer op met de bal. En lekker door. Hij scoort weer. Lekker jongens. Dit was echt een goede aanval. Goed uitgespeeld. Goed gekapt ook van Brand volgens mij. En dan Haaland hier weer met zijn tweede. We gaan hier de herhaling zien. Dus Haaland. Of niet Haaland. Brand. Die kapt heel erg lekker. Paas hem dan naar de Haaland toe. En die zit hem dan in. Hier zien we dus. Hij schiet hem er echt lekker in. Keeper kan hem dus niet tegenhouden. En dan staan we nu met 2-0 voor. En dan lijkt het erop dat we deze wedstrijd ook gaan winnen. En dan pakken wij gewoon het 4 wedstrijden. 12 punten. Ja. Hier, dit is heel goed gedaan zo. En dan een paasje naar Haaland. Kan hij het halen?
Hij kan het wel halen, maar... Oh, dat is jammer, jongens. Die verdediger die was best wel goed. En die hield Haaland op zich best wel goed vast. Maar uiteindelijk kwam hij wel door. Maar dan uiteindelijk dus die keeper. Het ziet er veelbelovend uit. Hij gaat verder. Hier is Bayer Leverkusen best wel gevaarlijk. Ze zijn echt goed aan aanvallen, maar dan weer de verdediger die heel goed in grijpt hier. We gaan die bal helemaal daarin passen. Is het? Nou, oké, dat lukt niet, jammer. Listige steekbal. Hier zijn wij in de extra tijd van de wedstrijd op de flanken. Even afkappen. Pasje naar Haaland, kan hij nog schieten? Nee, oh, dit is echt zonde. We hadden eigenlijk wat eerder moeten ingrijpen. Maar ja, er wordt elk moment afgefloten. Als de keeper die bal uitziet, wordt het denk ik afgefloten. En dan winnen wij met 2-0. Op zich best wel een goede wedstrijd gespeeld. Gewoon twee mooie doelpuntjes. Leverkusen is nog wel een paar keer gevaarlijk geweest. Vooral in de laatste paar minuten. De tweede helft waren ze vooral beter dan de eerste helft. Maar ja, uiteindelijk hebben we gewoon alsnog gewonnen met 2-0. We pakken weer 3 punten. En we hebben dus nu uit 4 wedstrijden 12 punten. Nou, jullie zagen net de Champions League liedje, Champions League Anthem of zoiets of hoe je dat ook noemt. Dat betekent dus dat we een Champions League wedstrijd gaan hebben, maar die gaan we niet vandaag spelen. Die gaan we in de volgende aflevering spelen. Ik ga nog even snel naar een training toe. Ik had even die trainingjes weer een beetje veranderd, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We gaan even trainingjes zien. 3 doen met 2 keer de Depay, 2 keer Fati en 1 keer Haaland. En gaat er nog iemand omhoog? Nou, Fati gaat een beetje, maar niet echt een rating of zo. Maar ja, in de volgende aflevering gaan we dus beginnen in de Champions League. We zitten dus met FC Porto, Salzburg en Inter. En ja, deze pool moeten we gewoon doorkomen. Of we nou eerst of tweede worden, het liefst natuurlijk eerste. Dat is ook gewoon echt wel haalbaar. En anders tweede. Maar we moeten gewoon door. 100% zeker dat wij door moeten gaan. We gaan nu even snel naar het kantoor toe. Even kijken wat Boerkie zegt. Boerkie maakt zich zorgen. Ja, even kijken hoor. De opstelling van het wekelijks zeg ik dat. Maar ja, Boerkie, hij moet eigenlijk wel gewoon weten dat hij gewoon hier niet meer... veel spot dat gaat krijgen, want we hebben natuurlijk nu gewoon Onana. En Onana is natuurlijk beter. Maar ja, ik hoop dat we gewoon echt binnenkort een goed aanbod gaan krijgen voor Boerkie. En niet van Burnmouth of Schalke echt met 1 miljoen boven zijn waarde. Want dat is natuurlijk gewoon niks. In de volgende aflevering gaan we dus spelen in de Champions League. Even kijken wat we nog meer hebben. We hebben Frankfurt, Werder Bremen. We hebben ook al gelijk FC Porto. Dus we gaan gewoon leuke wedstrijden spelen. Lekker wat wedstrijden in de Bundesliga en in de Champions League. En hopelijk weer net zoveel punten pakken. We zijn echt goed begonnen aan het seizoen. 12 punten al in 4 wedstrijden. En hopelijk kunnen we dat zo doortrekken. Maar ik hoop dus dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook het belletje aan. Zodat jullie een melding krijgen wanneer ik een nieuwe video upload of ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.